kijken hoe laag staat deze trein weg. Nee, die gaat. Dan gaan we eerst naar het dak toe. Toen ik deze opdracht kreeg, is het eerste wat ik deed, was uiteraard eens flink rondwandelen in Breda. Om Breda proberen te begrijpen. En te begrijpen hoe deze plek in elkaar zit. Breda is een stad met veel ambitie. Een stad toen ik hier kwam, waar ik dat echt merkte en waarin ik dus ook als architect mij als een vis in het water voel. We wilden twee dingen bereiken. Eén, we wilden echt een complex voor de stad maken, als deel van de stad. Als je je omdraait en je kijkt naar het station, zie je de bussen rijden. Van buitenaf zie je de bussen al rijden. Aan de zuidkant zie je de treinen van buitenaf rijden. Dat is ja, wat je probeert te maken. En het station is dus ook meer als een station geworden. Het is een stadsdeel geworden, waarin woningen, kantoren, bussen, voetgangers, alle reizigers, inclusief winkels die daarbij horen, gerealiseerd zijn. Kijk, daar heb je gewoon echt het directe zonlicht naar binnen. En het tweede wat we wilden bereiken is een comfortabel gebouw voor de reizigers. Daarom hebben we bijvoorbeeld het hele complex uitgevoerd in baksteen. Baksteen is wat je in deze omgeving als materiaal ziet. En baksteen is ook een warm materiaal, waardoor het ook als prettig wordt ervaren door de mensen die er elke dag gebruik van maken. Ik ben een Pietje Precies en we hebben een bouwer gehad die best moeilijk heeft gehad om dit te realiseren, maar het op een weergaloze en precieze manier heeft gemaakt.